Hallo, hier een kleine update. Je ziet dat de 130 liter aquarium, die heb ik van de week weer opnieuw helemaal anders ingedeeld met leuke planten. Deze heb ik gisteren nog gesnoeid. En nou heb ik net hier, als je goed kijkt, hier mos opgezet. En die laat ik nou gewoon doorgroeien en dan nog mooi hier over het hout. En zo. Op de duur gaat hij dan daar aanhechten. En dan ga ik gewoon zonder aquariumlijm gebruiken. Gewoon zijn eigen weg laten volgen. En kijken hoe het binnen een paar weken gaat groeien. Deze heb ik gisteren ook een beetje gesnoeid, deze plant. En je ziet dat deze nou een beetje naar voren begint te kruipen. En die groeit ook straks hier over de spinwoed heen. Diverse planten heb ik erin zitten. En dus, dat is javamos. Dat is heel leuk. Kijk, als je hier kijkt, dan zie je de boot hier eventjes snel langskomen. Kijk, maar hier heb ik kleine stukjes mos opgeplakt. Kijk, de boot hier, daar moet je mee oppassen. Daarvoor heb ik deze ook hier expres neergezet voor de jonge visjes. Want de boot hier, die pakt ze en die eet ze op. Kijk, daarvoor altijd gewoon goede schuilplekken creëren voor je jonge visjes. Nu zit hier de bootje weer. Dat is echt een rotzak. En ik weet niet of ik hier... Kijk. Hier hebben we een jong. En die kan mooi zijn eigen stoppen tussen het mos. Die kent de bootje niet zo makkelijk bij. Zo blijven we bezig. Beetje aanpassen, leuke ideeën. En die ga ik dan uitwerken. En je ziet het resultaat. Super leuk. Dan zal ik over een tijdje, als er weer iets nieuws in deze biotoop er is, dan zal ik dat wel laten zien. Als over tijd de javamos hier mooi overheen is gegroeid, zal ik weer een filmpje posten. Alvast bedankt, tot de volgende keer. Hoi!